Want als ik namelijk op mijn kantoor zit en ook even hè, door de hocus pocus het allemaal niet meer zie zitten, doe ik mijn ogen dicht en dan kijk ik naar buiten en wat zie ik dan? De dom. Dus dat verhaal, ik heb vanochtend nog even met mijn BlackBerry een foto gemaakt. Ja, dat zien jullie nou natuurlijk niet van de dommel, maar hij is nog mooier als er sneeuw omheen ligt. Maar dat is echt een prachtig uitzicht. En wat dat betreft denk ik wel echt een juweeltje in de stad. Hè, als je ook kijkt, 17 kilometer. Alhoewel, toen ik vanochtend even aan het googlen was, las ik ergens 20. Ja, dus daar ben ik even de tel een beetje kwijt. Maar het is in ieder geval ergens een beetje gesmokkeld. Een beetje bij mij gesmokkeld, maar daar stond 20 kilometer. Maar goed, in ieder geval, hè, eigenlijk een enorme oppervlakte dwars door de stad heen. En jarenlang natuurlijk ook een deel van de stad geweest waar we juist met de rug naartoe gingen staan. En ik denk, en daar wil ik toch eventjes de eer geven aan Karel van Dijk, een van de ambtenaren bij de gemeente Eindhoven, die altijd zei, als je een goed idee hebt, dan pas het op de achterkant van een bierviltje. En daar volgens mij al 15 jaar geleden getekend heeft, die Dommel, dat is een van de krachten van de stad. En daar moeten we lang als gemeente onze energie op gaan steken om te zorgen dat dat ook echt weer gezien wordt door alle Eindhovenaren. En we zijn er nog niet, maar we zijn wel heel goed op weg, al zeg ik het zelf. Door op heel veel plekken in die stad die Dommel weer in oude staat te herstellen. Misschien nog niet overal meteen het historisch verloop. Maar het komt wel in de buurt, hè, want er gaat op een aantal plekken weer flink meanderen. Kunnen we weer helemaal blijven worden. En daarnaast natuurlijk het evenement Doe de Dommel. Want de Dommel is iets, hè, natuurlijk een fysieke structuur, maar belangrijk is ook dat je hem ook echt kunt beleven. En met dat evenement Doe de Dommel proberen we ook juist, hè, één keer in de twee jaar, allerlei dingen naast die Dommel, langs de Dommel, te organiseren, te laten zien aan mensen, hè, fietsen, wandelen, nou, noem maar op, om te zorgen dat die Dommel weer in onze harten komt. En vanochtend dacht ik even snel googlen, Dommel Eindhoven, waar kom je dan op uit? En de eerste zin die vanochtend bij mij op Google verscheen, kan het jullie aanbevelen, is de Dommel door Eindhoven stroomt door het hart van de stad. En toen dacht ik, en hij stroomt ook door het hart van een hele hoop mensen. En daarom is het volgens mij ook fantastisch dat er, nou ja, mensen zijn zoals hier vandaag ook, waar we deze tentoonstelling aan te danken hebben. Want uiteindelijk begint het natuurlijk met dat hij allemaal in ons hart zit. En nou ja, ik zou zeggen, hè, de handschoen van, misschien moet er eens een keer een boek komen over de Dommel. Die pakken we dan maar eens op om te kijken of we dat kunnen realiseren. Kijk, kijk. Daar houden we je aan. Daar houden we je aan. Goed begin van 2010, zou ik zeggen. Ja, dat verdient een bloemetje.